En dan gaan we door naar de top 3, jongens. Ja. Wie trapt hem af? Joey. We gaan beginnen met films of tv-series? We deden alleen toch. Films, toch? Nee, ik heb films en nou, zeg jij dan even je 3 series? Ja, dat is prima, dat is prima. Maar of ik wil ook wel mijn 3 films zeggen. Ik ga er gewoon heel snel doorheen. Dan mogen jullie zeggen dat ik geen smaak heb. Komt-ie. Goed. Op 3, Dune 2. Ja. Op 2, Mission Impossible. Dead, nog iets. Part 1, wat me sceptisch maakt. Want waarom zou je in godsnaam... Omdat alles uitgemolken moet worden. Ja, maar ik zei dat we iets korter van stof moesten zijn. Maar dit had je ook gewoon kunnen tweeten in 180 karakters... als je er zo snel doorheen vliegt. En we hebben toch haast? Ja, we kunnen het er ook zo wel over hebben. Oké, op 3, Dune 2. Ja, maar die staat bij mij op 1. Snap ik wel. Uiteraard. Maar ook eigenlijk de enige 1. Mijn allerfavoriete filmreeks alle tijden is waarschijnlijk Indiana Jones. Dus die moest ik op 1 zetten. Ja. En ik wil gewoon blijven vechten voor hoe vet ik het feit vind dat Mission Impossible als een van de echtst aanvoelende films nog steeds... Echtst aanvoelend? Nou, dat hij gewoon voelt dat mensen pijn hebben geleden en echt in auto's hebben gereden. Net zoals Top Gun Maverick. Jij bent gewoon een Tom Cruise fan. Ja. Nou, maar niet per se van... Huey the Cruiser. Niet per se de acteur, maar het feit... Cruisy Brown. Dat wat jij... Ik ga gewoon door. Datgene wat jij zo kut vindt aan Avatar, dat vind ik zo vet aan wat Tom Cruise nog iedere keer weer pushing the envelope. Het is alsof je naar een stuntshow aan het kijken bent in een attractie. Je voelt gewoon dat mensen van het paard af konden donderen en echt gewoon dood zijn. Maar dit sluit precies aan wat Jelle eerder zei, van hij is nog wel een filmster. Ja. Hij is one of the last Mohicans. Maar ook wel maar van dat die is meer, generation. Dat vind ik, het gaat mij veel meer om het maken dan het feit dat hij erin speelt. Want ik vind Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld ook nog steeds een filmster. En zeker. Nog wel. Maar ik vind het gewoon een van de last. Ik vond die vorige films, die achtervolgingsscène en dat hij aangereden werd en dat je echt het gevoel, dat voelde je gewoon als iemand werd aangereden. Vind je die films leuk? Ja. Vet. Ja. Goed. Ja. Nee, ik vind ze leuk en ik vind ze niet per se goed. Vond ik vet hoor. Ik vind het ook leuk. 1 was een soort van side thriller. Dat was heel erg vet. Toen 2 was John Woo. Dat was gewoon whoop ass. En dat is niet heel goed, maar dat vond ik als kind gewoon heel vet. Want dat was ik letterlijk op mijn fiets de motorscènes naast. Toen had je een scène dat ze met 2 motors naar elkaar toe reden. En dan sprongen ze er hier zo af. Ja, en vingen ze elkaar aan. Dat was soundtrack. Dat was 3 volgens mij. Ja, nee, dat was 2. En dan had je slow motion, pakte zo zijn gun en dan vlogen er zo witte duizen. Het was heel John Woo film. Waren dat witte duizen? Ja, dat was heel vet. Maar weet je hoe dat voelt bij deze films altijd bij mij? En dat is absoluut geen kritiek hoor. Het voelt voor mij van, oké, we gaan eerst met z'n allen zitten. Dan gaan we de meest krankzinnige shit bedenken. Ja. Zoals een fucking auto uit een gebouw flikkeren en dat soort shit, weet je wel. En dan gaan we kijken of er een film van Nee, dat is Fast and Furious. En dat vind ik bij Mission Impossible dus niet. Het zijn ook gewoon vette spyfilms. 3. Zijn dat ook? 3 was heel vet. Omdat ze, hoe heet die acteur die is overleden, zelf met heeft gepleegd. Heath Ledger? Nee, maar niet die wat vollere man. Ja... Seymour Hoffman. Die briljante bad guy. Zeker. En vanaf 4 zijn het gewoon echt. Dit heeft hij dus waarschijnlijk echt gedaan. Ik heb het gezien. Ik heb het behind the scenes gezien. Dat schansje dat hij daar gewoon gaat. En dat hij zegt, Dat is amazing. Weet je, en het is inderdaad. En hij heet guy, het is niet de diepste actietriller zoals deel 1 dat misschien nog was. Waarbij je echt een soort Het is niet de diepst, maar het is wel gewoon goed. Het is niet Fast and Furious. Nee, maar kijk, daarom zeg ik, bedoel dat helemaal niet negatief. Inderdaad, bij Fast and Furious maken ze daar McDonald's van. Ja. En bij deze, ik denk nog steeds dat ze de meest krankzinnige shit bedenken. En daar maken we filmen mee. Alleen ze maken er een vette film mee. Ja, maar eigenlijk is het... En het is niet zo diepgaand dat ik denk van er moet een film in 2 gedeeld worden. Want het had net zo goed gewoon flubbelfloep kunnen heten. En dat dan deel 11 weer dit was. Of 7 of 8, weet ik veel waar we zijn. Maar dat is dus mijn... Nummer 1 is dan Indiana Jones. En The Dial of Destiny. Of The Destiny Dial of Fate. The Dial of Destiny. Ja. Ik vind het zo wat vet. Is dat? We hebben een item gemaakt over de nieuwe Indiana Jones. Praten we heel lang over. En ik vind het zo jammer dat ze The Dial of Fate hebben genoemd. En niet The Dial of Destiny. De film heet gewoon The Dial of Destiny. Maar dat is namelijk hetgene waarom ik hou van Indiana Jones. Gewoon die eerste film, omdat hij zo onder die auto doorgaat. Je voelt gewoon het zand langs de stuntman gaan. Gaat dat nu ook zo zijn? Dat is mijn grootste angst. Maar ik zet hem op 1 omdat ik gewoon hoop dat het wel een hele vette film is. Maar dit wat Tom Cruise nog steeds doet, dat voelt echt. En dat is hoe Indiana Jones hoort te voelen. Ja. Dat is hoe film hoort te voelen. Zo voelde de vier zeker niet. En zo voelt de trailer van 5 ook niet. Maar ik hoop het zo. En maar als jij denkt, 2023, waar kijk je? Ja, fucking... Mission Impossible. That feels wrong. Omdat ik maar 1 keer in de zoveel tijd
die ervaring nog heb in de bioscoop. Dat ik echt gewoon een ouderwetse Hollywood, Indiana Jones. Ik kijk echt uit naar fucking Mission Impossible. Ik ga hem ook kijken, maar niet soort van fuck yeah. Ja, want het is wat ik vet vind een film. Gewoon actiescènes en... Waarom ga je octaaf hoger ineens? Ja, dat hoort dan, dat ik crescendo. Ja, dat is heel vet. Ja, godver. Ik wil gewoon 12-jarige Yui zijn. Ja, ik wil gewoon de pijn uit mijn jeugd weer verblijden met de blijdschap uit mijn jeugd. Ja. Nou ja, nee. Ik snap je wel, hoor. Weet je, en het is gewoon heel vet dat Harrison Ford het ook graag wil spelen. Het is niet Disney die zei, oké, we gaan het nog een keer doen. Stof je oude pak af. Maar het is Harrison Ford die zei, oké, ik wil best Star Wars doen, maar dan wil ik wel ook Indiana Jones spelen. En dat vind ik gewoon vet eraan. Heel eerlijk, kijk, ik snap helemaal waar je vandaan komt. Want ik had dat zelfs bij Indiana Jones 4. Want ondanks dat verreweg de minste Indiana Jones is. Ondanks dat ook een CGI-fest is, waardoor het minder gegrond voelt als een Indiana Jones film, had ik nog steeds op dat moment, het voelt wel fijn om een oldschool Steven Spielberg film te kijken. Ja. En ondanks dat het niet zo sick was als de vorige, had het nog wel die magie van een Spielberg film. Dat is natuurlijk het grootste hekelpunt. Dat Harrison Ford, dat kan ook. Het kan bijna niet meer. Alleen, ik had, en daar hebben we het ook over gehad toen. Van mij mag zeg maar Indiana Jones gewoon de James Bond route gaan. Dus dat we over 10 jaar een nieuw gecaste Indiana Jones krijgen. En dat voor het zo, 10 jaar, dat had al lang moeten gebeuren. Ja, precies. Maar dat het soort van, net zoals met Daniel Craig, gewoon een net rowdier invalshoek heeft. Ja, of gewoon, ik weet niet. Dat lijkt, maar wel dat weer mag, de we echte shit. We gaan de opvolger krijgen in deze film. Ja? Nee, daar ben ik van overtuigd van niet. We gaan gewoon een nieuwe Indiana Jones hebben. Misschien... Durf niet te zeggen. Niet die guy van Narcos. Waarschijnlijk gaat deze die film. Er wel in. Of deze film gaat het goed doen. Deze film gaat het niet goed doen als het heel duidelijk is Disney die een nieuwe Indiana Jones gaat pushen. Want dat lukte met Shia LaBeouf. Gewoon een post-credit worden. Net zoals met Shia LaBeouf ze hebben gedaan. Hij pakt de hoed op. Dat hebben ze echt wel geleerd van Shia LaBeouf. Dat niemand dat tof vond. Dus je moet gewoon dit. Ik hoop dat dit gewoon nog één vet India-avontuur is. Zodat ook dat smetje wat 4 voor veel mensen is eraf is. Dat Harrison Ford er waardig afscheid van heeft kunnen nemen. Ja, maar is toch te oud, man. Het ziet er zo CGI uit. Het ziet er heel CGI uit. Is dit die nieuwe? CGI uit. Maar dit vind ik er dan wel weer vet uit. Ja. Dat is wel echt. Of de skull. Maar dat was met Kingdom of the Crystal Skull natuurlijk ook. Dat zag er echt uit totdat er actiescènes kwamen. Ja. En dat voel je hier ook heel erg. Dit voelt nep. Dit is oké. Okay. Alleen straks heb je zelf 6. Zijn er bij elke 6? Ja, dit is mooi. En dit? Dit is oké. Dit voelt CGI. Die man staat voor een green Next screen, Summer hè? Is volgens mij ook niet... Maar dit ziet er heel nep uit. Deze shit. Maakt toch niet uit. Jawel, want dat is dus het tegenovergestelde wat ik van Indiana Jones wil. Wow, dit was niet slecht, die aged. Antonio Banderas. Jezus, wel een grote cast. Ik heb dit nog niet gezien natuurlijk. Volgens mij hebben ze hier hetzelfde gedaan wat ze bij... dat is heel nep. Ja, dat zag er heel nep uit. Maar dat is ook niet die aged. Maar ze hebben volgens mij hetzelfde gedaan wat ze bij Mark Hamill hebben gedaan nu in de Book of Boba Fett. Ze hebben oude filmbeelden gebruikt van dude, maar hij inderdaad, die dude van Narcos. Ik dacht dat je, weet hij bedoelde, die ook wel inzien. Maar dit vind ik een hele coole, dit zou een hele coole indie zijn. Ik vind bijvoorbeeld dat hij groot genoeg is om die schoenen te vullen. De actiescène in Kingdom of the Crystal Skull, de eerste, dat gewoon die motor chase bij die school, dan is het weer goud. Dat is zo goed gedaan. En dat is al meteen waar ik bang voor ben als ik dan die scène zie op de dag dat de Apollo... Andre the Giant, Dutch. Dutch Giant, moet gewoon, ik zeggen. Je ziet alweer dat ze er met CGI niet alleen hebben gedacht, oké, hoe poetsen we het een beetje op? Nee, we gaan ook 100.000 confetti. Je ziet gewoon, die confetti is daar niet echt. En dan ben ik meteen uit die scène. Terwijl als ze daar gewoon echt, als er gewoon een gast langs zijn. Ja, jij bent gewoon een practical cruiser. Omdat het toch vetter is. Nee, Mission Impossible is vetter. Star Wars is het vetter, maar het moet je een beetje bij neerleggen. Nee, dat het niet vaak meer gaat gebeuren. Nee, ik zal strijden. Jij bent ook net Avatar aan het afbranden. Dat is om die reden. Nee, I know. Maar wat The Force Awakens gewoon doffer maakte in bepaalde opzichten. Practical. Nee, maar gewoon dat... Ten opzichte van de prequels was dat het gewoon iets meer gegrond aanvoelde. Ja. Kijk, verder is het helemaal kut, maar gewoon hoe het eruit zag was goed. Wat? Force Awakens is verder niet helemaal kut. Anyways. Is een prima film. Ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Maar dat heb ik ook al heel vaak. Ja, maar jij zei verder is het allemaal kut. Ik heb het over de hele sequel trilogy. Ik heb het meeste, over hoe het eruit ziet. Jedi is ook vet. Ik kijk het meeste uit in 2023 qua films naar Dune. Ja. En dat is ook eigenlijk de enige waar ik echt naar uitkijk. Dus daar vroeg ik net is over. Mijn nummer 2.
Ja, over Mission Impossible. Als ik denk dat 2023, fuck yeah, Dune. Dat is het enige waar ik dat gevoel bij heb qua films. Want bij Quantumania en bij alle andere Marvel shit. Nee, en bij dat alle is de kat uit de boom kijken voor mij, man. Ja, ik zie het wel. Dus ik ben niet moeilijk excited daarvoor. Ik heb nog, weet ik veel, Dungeons and Dragons lijkt me leuk. The Flash lijkt me... Kom op, ik ben Dungeons and Dragons is ook niet top 3 materiaal. Dus daarom, nee. Ik heb daar niet gevoel maar, van... Maar ja, hoop je niet dat dit jaar dan iets meer... Mario... Iets meer het jaar wordt van niet naar. Franchise shit. Want dat had ik ook toen ik die lijst ging kijken van wat er uitkomt. En dit zijn dan mijn... Dit is eigenlijk meer mijn top 3 franchises waar ik naar uitkeek. Want ik hoop dat er gewoon 3 films komen. En Glass Onion is natuurlijk ook al een spin-off op een serie. Ja. Maar ik bedoel gewoon verrassingen. Films die ik niet aanzie komen. Ja, maar alsnog Northman kan je... vorig jaar. Ja, dat soort dingen. Maar alsnog kan je... Ik heb de lijstjes doorgekeken. Zat er niet iets tussen waarvan ik dacht van... Oh fuck, ja, yeah, dat gevoel. Weet je, nee. Dat had ik niet echt. Dus ja, ik kijk er eigenlijk alleen maar uit naar Dune. Oké, ik heb... Indiana Jones hebben we ook al genoeg besproken. Die staat bij mij op 3. Ik denk niet dat die heel lijp gaat worden, maar ik hoop het natuurlijk wel. En we gaan met z'n allen kijken. Ja, en we gaan met z'n allen kijken. Dat is voor mij al sowieso een reden dat het een van de films is waar ik het meest naar uitkijk. Dune Part 2, die heb ik dus op nummertje 2 staan ook. En dat voelt wel, hoe die dat neerzet, hoe heet die man ook alweer? Dennis Villeneuve. Dennis Villeneuve, weet je. Dit voelt wel. Hij is hier een nieuwe franchise aan het bouwen. Precies. Bouwen. Ja. Weet je wel? Ja. Niet mensen door de stot aan het duwen. Aan het bouwen. Ja. En ik kijk hier echt enorm naar uit. Hij heeft natuurlijk ook wel goed materiaal om uit te putten. Zeker. Zeker. Absoluut. Maar ook, weet je, onderschat het niet. Zijn fucking cinematografie en zijn manier van regie. Ik heb dus die ook voegt wel echt wat hier aan toe. Gisteren of eergisteren Blade Runner 49 of wat dan ook weer gekeken. 49. Ja? Ja. En daarin zag ik ineens, nu ik Dune had gezien, zag je ineens dezelfde shots van soort van, weet je, van distance, grote gebouwen en wat dan ook. Vooral als die in Vegas is op een gegeven moment. Het heeft best wel overeenkomende, niet artstyle, want dit is natuurlijk, weet je, die zandstaf en die andere is de techno, de future, de cyberpunk stuff. Maar ik had ergens kreeg ik toen ik Blade Runner aan het kijken was het gevoel van, stel je zou nu een spaceship pakken en vanaf die wereld van Blade Runner naar een andere planeet vliegen, dan kom je op Arrakis of wat dan ook. En dat maar voelde dat, zo tof. Dat is wel lijp, toch? Dat het hem lukt, omdat wat in onze ogen Avatar niet lukt. Om zo, want dat zit natuurlijk ook superveel CGI bij. Maar het voelt veel gegronder en echter. En, nou ja, en je kent, weet je, misschien de characters. Weet je, je weet al, oh ja, ik ken ze niet bij naam helaas nog. Want ik heb maar één film ervan gezien. En dat duurt nog wel eventjes voordat je natuurlijk een franchise zo goed kent dat je elke character kent. Maar... De prins, weet je, die witches, die moeder, weet je, wat dat heeft een naam die je over, weet ik wel, een volgend deel kent. Dit is ook zo'n film die je elk jaar gaat kijken, toch? Zeker, dit is precies zo'n film, inderdaad. Weet je, hij, hoe noemen we dat, martial arts sensei. Dit zijn allemaal characters. Ik vond het echt amazing, de eerste. En ja. Weet je wat het allermooiste is? Ik vond het amazing. Het voelt alsof het net begint. Ja, weet je wel, hij eindigt en het voelt alsof het net begint. Ja, en ook dus al die characters, ik weet zeker, er komen scènes van 20 minuten waar hij niet in zit en dat het gaat over een andere character. Gewoon omdat dat kan, omdat die characters ook zo tof zijn. Maar, en je weet gewoon dat er net als bij Game of Thrones nog zoveel materiaal ligt, gewoon goed materiaal, waardoor dit inderdaad nog jaren... Nou, ik ben bijna bang dat ze net zoals Lord of the Rings, dat ze net er doorheen gaan rushen. En drie films van 3 hij heeft niet eens, al zijn best moeten doen om deze te splitsen in 2, hè? Ja, maar het succes ervan is wel... Ja, nee, ja maar, hey, maar als dat was mislukt, want hij heeft daar echt voor moeten vechten. Want hij heeft bijna gezegd van, ik kap ermee als ik niet die film op die manier mag doen, ja, dat ga ik niet meer doen. Dan kap ik ermee. Ja. En op nummertje 1 heb ik Oppenheimer. En ja, dat is gewoon Christopher Nolan natuurlijk. Dat is een film die in de bioscoop moet. Daar haat jij altijd op. Ik haat dat is man. Het. Ja, ik wou net zeggen, de Michael Bay veel dingen. Oh, de atoombom. Je hebt Mission Impossible in je lijst aan, ja, mijn vriend. Omdat ik er verstand van heb. Fuck up. Nee, maar weet het, dit zijn sowieso films ook die ook hele mooie plaatjes hebben. En ook vaak een hele sikke soundtrack. Dat vind ik dus die niet. Moet je in de bioscoop kijken. Ja, dat mag je vinden. En... Hij heeft natuurlijk echt een insane fucking cast verzameld voor deze film. En daar ben ik gewoon ontzettend benieuwd naar. Ja. En dit is de niet-franchise film van mijn top 3. Ja. Ik ben er echt precies dat. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En ik hoop dat het vet gaat worden. Maar ik heb niet 2020. Oppenheimer, let's go. Oh, dat voor mij wel. Dus ja, ja, ja. Nou, ik ben heel excited voor. Tenet? Dat is ook niet waanzinnig. Nee.
Dat was een te ambitieus idee. Dat is een idee dat niet op film te vatten is, tenzij je hem 4 keer kijkt. Ja, ik wou zeggen dat. En dat is niet per se het aandeel van een goede film. Ja, maar dat vind ik. Ja, ik wou zeggen, dan heb je gewoon gefaald. Ja, je hebt gefaald. Maar, visueel. Het was geniaal, maar omdat je het moet uitleggen en meerdere malen moet kijken, dan heb je gefaald naar mijn mening. Ja, maar ja, vind ik ook. Hoe het in elkaar stak was zo belachelijk vet, Tenet, maar ja, nee. Vind ik een gefaald. Te ingewikkeld, dus niet Maar wel intricate en het klopte allemaal. Maar weet je, als je dat niet door hebt tijdens het kijken. Als je niet de schema's die hij ooit getekend heeft om dit te kunnen doen voor je ziet, dan zal je het mooi zeggen. Ja, maar kijk, maar dit gebeurt omdat dit en dit. Dan denk je, oh, what? Ja. Wat? Ja. Maar als je dat niet door hebt. Je valt niet op. Nee, je zit gewoon naar een actiefilm te kijken. Dus dat is gewoon niet, dat klopt gewoon niet. Nee, dat was wel enigszins een teleurstelling toen. Want inderdaad, ik vond Tenet vetter nadat ik hem had gekeken dan tijdens het kijken. En het was een hele mooie film, maar verder niet. En deze, ik denk niet dat deze zo complex gaat worden als Tenet. Maar je zou bijna denken dat het dus wel zo is, omdat het nodig is. Nee, denk het niet. Tuurlijk wel. Nee, no fucking way. Dit heeft ook een veel kleiner budget dan al die andere films. Weet natuurlijk. Weet je wat het geheime budget ingrediënt crazy van een atoombom is? Love. Hate. Ik haat die films. Hate ik haat het zo. Nee, dit zit eerst krachten die Batman. Nee, ook niet. Valt wel mee. Maar dat is een van de hoogst aangeschreven superhero films of all fucking time. Zeker. Ja, maar dat betekent niet dat iedereen gelijk heeft. Nou, in dat geval wel. Ja, Eén van de Batman was veel harder, man. Die was cooler. Niet harder. Niet beter, wel harder. Beter. Wel cooler. Qua trilogy is die van Nolan geen trilogie. Veel harder. Maar dat is de enige trilogie. Luister. Het is de beste trilogie. Luister, qua trilogy heeft hij echt iets fantastisch neergezet. Maar losse film vind ik de Batman inderdaad op zich ook wel. En misschien krijgt Matt Reeves wel 2 amazing vervolgen en hebben we een nieuwe nummer 1. Maar laat het hopen. Het was onze nummer 1 van 2022. Dan tv-series. Hebben jullie tv-series? Ted Lasso! De feel good stuff. ik wil gewoon feel good stuff. En dat is, er is niks meer feel good stuff dan Ted Lasso. Luister, over feel good gesproken. Dit eindigde wel on a bombshell. Ja, vond ik wel. Voor deze serie inderdaad. Ik hoop dat ze niet te veel die drama kant op gaan. Want ik wil dus feel good shit. En gaat dat, het toch zijn, man. Dat gaat ze redemption zijn. Dan vind ik het echt... Ja, die man die is gekleineerd, kapot gemaakt door zijn ouders. Noem het al. Alles in het leven zit tegen. Van Ted Lasso of van the One Who Turned? The One Who Turned. Ja. Alles in het leven zit tegen. Dus dit gaat toch een mooie redemption story worden. Dat kan toch niet anders? Ja, maar ik wil niet te veel drama. Ik wil gewoon, ik wil feel good shit. Maar natuurlijk gaat dat er ook in zitten. Maar dit had dus een cliffhanger. Ja. Dat wilde ik nog zeggen. Ik wist wel, dat er een reden was dat ik Endor in mijn hoofd had. Dat ik me ineens besefte dat al die Marvel en Star Wars series shit helemaal niet... cliffhangers goed doen. Nee, totaal niet. Ja, nou, weet je wat ze vet deden bij de Mandalorian Season 2? Dat vond ik echt een vette cliffhanger. Die keuze. Huh? Dat hij de keuze moest maken tussen Jedi en... Was dat de cliffhanger? Nee, dat is Boba Fett. Dat is het boek van Boba Fett. Maar het einde van de Mandalorian Season 2, de post-credit scene, dat vond ik wel. Dat is een van de weinige cliffhanger shit. Dat hij die Jabba's Palace binnenloopt en op die troon gaat zitten. Dan heb je zoiets van... Coming soon, de boeken Boba Fett. En ik, wat vet! En toen hebben ze dat helemaal. Vind ik een leuke teaser, maar niet een cliffhanger. Een cliffhanger is dat je denkt van, wat gebeurt er nu? Nee, dat is een teaser. Ja. Je hebt gelijk. Dat vond ik gek, dat viel me ineens op. Maar deze shit, dit was voor mij misschien wel de grootste verrassing ever. Van de laatste paar jaar, ja precies. Echt. Ik vind het zo, dit is het ding. Kijk, en het toffe is, ik moet zeggen, ik zie ook veel meer tegemoet naar de series in 2023 dan de films. Omdat series duren langer. Dus deze shit gaat me waarschijnlijk 8 of 10 keer een uur of 3 kwartier gewoon... good laten voelen. En dat is korter, of veel langer dan een film. Denk jij dat Jason Sudeikis nog feel good kan tentoonstellen? Wat dan? Die man is ook helemaal mentaal onderdoor gegaan. Waar onderdoor? Zijn vrouw. Zijn vrouw is vooral over heel veel doorgegaan. Ja, hoe heet zijn vrouw? Ja, klopt, ja. Dat is die ook de regie doet van die film. Ja, die met Harry Styles ook vandoor ging, toch? Ja. Ja, maar dat kan hij misschien alleen maar meer in deze rol leggen dan of iets dergelijks, weet je? Dat, Olivia Wilde is dat natuurlijk. Oh ja, precies. Ja. Maar hij heeft letterlijk, hij deed bijna Ted Lasso shit. Hij is toch voor de auto gaan liggen? Hij ging voor de auto liggen, zodat ze niet wegging en shit, weet je wel. Omdat ze ging haar salade, die ze alleen voor de familie maakte, ging ze naar Harry Styles brengen. Toen is hij voor de auto. Het is mijn salade. Het is onze salade. Het is een weird fucking kindershit die daar gebeurde inderdaad. Nee, het is niet weird. Het is gewoon pijnlijk, toch? Het is verdrietig. Zielig ook. Ja, heel zin, maar gewoon bijna dezelfde shit die hij in de serie heeft meegemaakt, weet je wel. Maar wat ik zeg, ik kijk zoveel meer uit naar de series, omdat die geven me gewoon meer uren aan goodness dan de films. Maar voor mij, de
series zijn wel toch de franchises. Zeg maar wat jij nog meer hebt. Ik heb True Detective seizoen 4. Komt er nieuw die in, komt dit seizoen. En daar heb ik echt 2020 True Detective. Wie gaan erin spelen? Jodie Foster. What? Ja, in Alaska dan. Dus het is het had helemaal vet geweest als zij gewoon Clarice had gespeeld. Maar ze speelt in Clarice. Dat was insane geweest. Ja, maar dat daarom. Dat had gemoeten. Ja, dat had echt had een koude rilling. Sorry. Oh, hoe insane dat was. Je had een koude rilling van hoe insane dat idee was. Dat weet ik. Dat had ik graag gepitcht voor ze. Maar nee, het wordt nu dus... Zij gaat dat spelen. En ja, ik vind die serie gewoon heel goed. Maar Mahershala Ali speelt wel een goede oude man trouwens, man. Hele goede... Goed seizoen ook, maar niet zo goed als 1. En ik hoop dus dat dit equally als dit seizoen 3 gaat zijn. Gewoon daar heb ik wel echt heel veel zin in. En ik heb nog alle Star Treks. Ik hoop dat dit het jaar wordt Real life. Waar jonge mannen weer oude mannen gaan spelen in plaats van andersom. Want ik ben klaar met die D-Age shit. Ja. Maar alle real life track, dus vooral Strange New Worlds. Ja, je hebt ook twee animaties. Oh, op die fiets. Oké, ik dacht. Ja. Dus Strange New Worlds, Picard. Daarna, want er zitten heel veel. Picard is het laatste seizoen natuurlijk. Ja, het is het laatste seizoen en er zitten dus heel veel gewoon de Next Generation toffe rollen in. Worf komt terug. Worf komt terug. Jordan LaForge komt terug. LaForge? Ja, dat soort shit. Niet Whoopi. Nice. Wat? Whoopi? Guinan zat er al in. Ah. Dus dat was in twee namen. Maar dat was toch heel slecht geworden na het eerste seizoen? Wat ook al niet heel goed was? Wat? Picard? Picard was... Ik vond seizoen 2 wat beter. Het was alle twee niet heel goed. En daarom... Maar ik verwacht meer van seizoen 3. Ook omdat ze zijn toen begonnen, Alex Kortman, met Picard. Toen hij nog niet helemaal... Zo fragiel eruit zien. Ja, dat is het ook. Het is gewoon een full-on opa, weet je. Dat is ook... Maar dat heeft maar dus ook wel iets moois. Een opa die geholpen moet worden oversteken. Ja, zeker. Maar die kunnen ook nog steeds StarCraft captains zijn, weet je. Zeker, dus dat is wat ik er wel aan kan... Ik heb dat leren accepteren. Maar Alex, moet je plassen? Ja. Dat dacht ik al. Alex Kortman, toen die Picard begon, toen wist hij nog niet helemaal wat hij ermee moest. En toen op een gegeven moment kwam Strange New Worlds. En toen kreeg hij door dat Star Trek gewoon serieuze shit moest zijn. En niet super over de top popcorn bullshit. En dus denk ik dat seizoen 3 ook weer wat meer gaat zijn. En natuurlijk Discovery seizoen 4 of 5 die er dan aankomt. Discovery kon ik echt niet inkomen. Maar... Nee? Ja, maar dat is ook seizoen... De laatste twee, die zijn amazing ook. Ja, maar ja, dan moet je moet wel de rest kijken om het een beetje te snappen waarom characters tof zijn en hoe ze zijn. Seizoen 1 heb ik afgekeken, seizoen 2... Ja, die was kut. Wat was dat slecht op een gegeven moment. Seizoen 1 ook al niet zo heel leuk, maar toen zat ik vol in de track. Maar daarom, maar omdat iedereen zo vol lof was over Discovery, ben ik me maar doorheen gaan beuken. Ja. Seizoen 1? Nee, maar seizoen 1 was oké-ish, maar niet iets waardoor gekluisterd zou blijven kijken. Nee. Seizoen 2 was echt slecht en toen heb ik het afgezet. Ja. Oh, ik ben trouwens nog wel voor de House of Dragon. Komt er al een nieuw seizoen dit jaar? Lijkt me wel, toch? Nee, pas 24. Echt? Ja. Wat dom. Ja, dat duurt... Of zelfs 25. Dat was trouwens ook dat de showrunner weg was gegaan. Ja, omdat zijn vrouw niet de producer credits kreeg. Ja. Ik heb nog 3 mansiontjes, omdat ik een series ken. Okay, snel dan. Fallout komt dit jaar, als het goed is. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan. We weten niks van, dus daarom is het misschien ook wel moeilijk of hij nog komt. Maar ik ben benieuwd wat ze daarvan doen. X-Men 97 komt. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. En of dat even vet gaat zijn als mijn ervaring van toen. Dat kan niet. Nee, bijna en niet. Secret Invasion komt ook dit jaar. En ben Loki. Ik ook. Maar daar ben ik weer. Dat, net zoals Skeptisch. Dat ik Ant-Man. Ik zie wel wat er. Of het leuk gaat worden. 1 was echt heel vet. Ja. Maar gewoon om de streak. Ik denk niet dat ze de magic van 1 kunnen herhalen. En ik ben ook benieuwd of ze nog überhaupt tie-ins gaan doen. Want 1 had He Who Remains. Dus een tie-in met wat we zo meteen gaan zien. Nu is het Kang. Toen deden ze trouwens nog wel goede cliffhangers. Ik weet niet of Kang in die serie... Ik denk dat het een Sylvie versus Loki story gaat worden. Ik denk iets niet dergelijks. Dat Kang zelf in die serie zit. Maar Waarom? Dat er heel veel... referenties zijn, zoals dat stambeeld en dat soort Oké, maar dat vind ik niet genoeg. Net zoals dat het niet genoeg is dat je in Miss Marvel op de achtergrond, weet ik veel, dat een Hulk convention of als, zo als hebben. Als dat hij natuurlijk ook in seizoen 1 en we weten dat hij gewoon een hele grote rol gaat spelen als bad guy. Dus ja, maar niet in Loki. Ik zou het slecht vinden als hij er niet in zit. Het gaat een Sylvie versus Loki seizoen worden. Nou, dan haak ik af. Ja, precies dat. Ja. En dat verwacht ik. Maar Secret Invasion wordt denk ik wel... Gaat wel veel doen, denk ik, voor de MCU. Gewoon qua backstory. Ik hoop het. Net zoals dat Agents of S.H.I.E.L.D. en Agent Carter en wat dan ook heel veel backstory gaven aan de MCU. Behalve dat was nog camp. En dat hebben ze losgelaten, die camp. Dus denk ik dat dit wel tof wordt. Oké, ik ga even snel door mijn honorable mentions, want ik heb het 10. Nee, geintje. Ik ga gewoon naar mijn top 3. Ted Lasso, we hebben het al over gehad. The Witcher.
Laatste seizoen van Henry... Nee, ja. Ja, laatste seizoen van Henry Cavill, inderdaad. Seizoen 3 komt dit jaar. Ik ben heel erg benieuwd. Het stomme is, door dat nieuws... Ja. Is mijn enthousiasme ervoor weg. En ook de combo met dus Blood Origin. Blood Origin was heel slecht inderdaad. Ja, ik heb hem niet helemaal nog gezien. Hij wordt helemaal afgefakkeld door alles en iedereen. Ja, ik vond het begin vond ik aardig. Maar toen hij nu is afgefakkeld, er zitten een paar hele coole characters in. En een paar hele kutten. En ik denk dus inderdaad uiteindelijk dat de overhand gaat krijgen of wat dan ook. Ik snap nog niet helemaal waarom die wordt afgefakkeld. Maar omdat dat zo is, ja, dit is echt heel kut. Maar omdat hij wordt afgevallen. Seizoen 1 van de Witcher zaten ook hele kutte dingen. Precies. Ja, maar seizoen 1 vond ik niet cool. Seizoen 2 vond ik vet. Amazing. Ja, precies. Ja, en dat dus door dit en door het feit dat Henry Cavill niet meer The Witcher is na seizoen 3, ben ik niet meer excited voor seizoen 3. Ik ben juist daarom excited voor seizoen 3. Dat wordt een afzwaai. En ik hoop oprecht dat ze wel na seizoen 3 of een soort reboot doen of iets anders doen. Want ik kan niet hebben als Hemsworth gewoon hem is. Moet wel. Nou, dat zou ik heel kut gaan ze wel doen. Ik hoop dat ze een spel op hem doen in ieder geval. Nu ben je lelijker. Wow. Weet je. Nee, het gaat gewoon hem zijn. Dat is echt jammer. Ja. En last, but certainly not least. Ik denk voor mij de tv-show waar ik het meest naar uitkijk. Vet. Omdat The Mandalorian. Gewoon simpelweg. Ik vind het heel knap hoe Disney toch een nieuw karakter heeft bedacht. Soorten nieuw. Ja. Nee, maar ja, Boba Fett een nieuw kleurtje heeft gegeven. Ja. Briljant. Maar, of bedoelde je Baby Yoda? Nee, Baby Yoda. Baby Yoda. Ik wilde in mijn woord, dacht ik, kut, ik kan ook gewoon Grogu zeggen. Nee, het was Baby Yoda. Biden Yoda. Maar Grogu is natuurlijk fantastisch. En ik denk dat Grogu een hele grote rol gaat spelen in gewoon... Ja, alles wat ze nog gaan maken. Alles wat er nog gaat komen. Hmm. Maar ik vind het oprecht knap dat ze iemand hebben gemaakt... Die echt fucking dope as fuck is. Pedro Pascal, ook gewoon een hele coole fucking guy. En nou, wat mij betreft kan hij niet stuk. Seizoen 1 vond ik matig. Seizoen 2, heel veel fanservice. Dat snap ik. Maar ik vond het echt amazing. Seizoen 1 was vetter. Nee, seizoen 1 was fuck veel no. Jawel, dat was seizoen 2 was veel beter. En jij zegt gewoon altijd tegenover, hè? Ja, net zoals ik. Maar het is toch heel duidelijk dat wij twee andere dingen vet vinden aan Star Wars. Dus vinden we ook... Wat vinden jullie nou persoonlijk los van Baby Yoda? Smart. Ja, vind je die vet? Smart move. Verhaal. Ik vind het dat hele idee wat Donald Glover heeft bedacht van je moet geen speelgoed met hem maken waardoor het echt een verrassing was op het einde. Dat vind ik heel cool. Ja. Ik vind het idee ook wel cool en ik denk dat ze er inderdaad veel mee gaan doen. Alleen het probleem is met dat hij zo langzaam oud wordt, heb je wel een soort van gaan ze in de problemen komen met de tijd. Dus of er moet een soort van dat zou dan wack zijn dat hij ineens ouder wordt. Dat maar daarom denk ik dat het zo lang gaat duren. Maar hij gaat een soort van... Hij is de nieuwe Anakin. Ja, maar je kan daardoor niet zoveel met de tijd. Want op het moment dat de Rey shit gebeurt, is Baby Yoda nog steeds een Baby Yoda. Ja, daarom zeg ik. Hij gaat heel lang nog een rol spelen. Maar dat bedoel ik meer van... maar dus niet heel echt heel lang. 16 jaar. Dus daar zitten niet karakters tussen. Nee, ik bedoel in heel veel shows en films. Ja. Ik denk dat het nog steeds gaat leiden naar dat hele Hallo, de Emperor is terug verhaal. Luister, dat hebben ze... Kijk, jij hebt de Bad Batch niet gekeken. Dat vind ik zo vet aan de Bad Batch. De Bad Batch fixt al die domme shit van J.J. Abrams en Rian Johnson en Kathleen Kennedy. Het fixt al die... van hun alle drie. Hij fixt al die shit. En dat vind ik gewoon wel echt dope gedaan. En dat zie je trouwens ook in de Mandalorian Season 2 terug. Dan zie je denken, ze zijn bezig met kloning. Mm-hmm. Aan het einde van de Bad Batch heeft de Empire, heeft die Kaminoan, hebben ze ontvoerd om onder dwang te werken voor de Empire. Omega is de eerste kloon met Force Abilities. Mm-hmm. Het verklaart... Wat is er nou? Jullie zitten hier fucking... Hardcore nerdy talks over een soort van what ifs and could be's. En het enige wat ik hoor is nu alleen maar Baby Yoda. Dat is een soort van het is zo. Alleen, dat is en waarom het voor mij allemaal niet. Ik vond dat hele ding dat ze het enige wat interessant. Ik weet niet meer waar dat en ik was. Wil hem afschrijven, oh ja, oké. Okay, maar het feit dat ze dus die keuze gaven aan Baby Yoda met wil je Jedi Baby worden? Baby Yoda. Dat is echt een, dat, van mijn rappernaam. Ja. Nou, maar, Baby Yoda. Kijk, in Legendes... Maar wat ik vet daaraan vind... Ik wil daar heel even op inhaken. Want in Legendes... Hou op met je Legendes. Mandalorian... Ik wil niet al die Jedi shit was. Kijken. Hou op met je boeken en je comics en je kuttekenfilms. Die film was... Die moet je opzaten. Dan moet je niet hier aan tafel gaan zitten. Luister. In de Legends was er één fucking Mandalorian die ook een Jedi was. En dat gaat Grogu ook weer zijn.
Lijp. Oh, dat zou heel lijp zijn. Ja, maar dat, die helm past maar dat niet. Kan helemaal niet, want hij blijft een baby. Dat zeg jij. Dan hoe kan hij ineens niet meer een baby met twee gaten in de helm, maar dan zijn oren uitkomen. Dat is schattig. Maar hij, is kan niet, cool. Hij kan niet oud worden. Ja, tuurlijk wel. Je kan toch wel. Fast forward in nee, time? Nee, want hij is het toch niet in tijden van Ray? Dat hoeft toch ook niet? Je kan toch gewoon een soort van 300 jaar verder na Ray. Gewoon. Ja. Waar is hij dan? Maar hij was er niet meer. Dat weet hij je was niet. Er gewoon. Hij was ergens anders. Hij was iets anders. Dus hij was nog een baby. Dus hij was gewoon Pai Biaoja aan het zijn. Luister. Ja, maar hij is nog 100 jaar een baby. Nee. Ja. Luister, in Star Wars maar Rebels, dat is niet het punt Star Wars wil... Rebels heb je al verschillende tijden. Ik wil niet met die tekenfilm. Wat ik kut vind is dat ze gewoon... Oh, je hebt een keuze. Of je wordt een Jedi of je wordt een Mandalorian. En in plaats van dat ze dachten... Oeh, dat is vet kut. Om het op te stoppen. Hallo, daar is hij weer terug bij Mando. Dat ging te snel. Ja, dat ging te snel. Maar ik vond dat sowieso niet cool. Dat of. Ik had zoiets van, ik vond dat heel offensive. Als het een dilemma was, of als hij een soort van keuze... Nee, allebei, Luke. Maar ja, hij kan niet praten, omdat hij nog 500 jaar een baby is.